Supermarkt Albert Heijn heeft een verkeersbarrière op hun parkeerterrein langs de Scharenburg en Druten tegengehouden. Deze barrière zou volgens de supermarkt te veel klanten weghouden. De barrière was wel opgenomen in het oorspronkelijke verkeersplan voor de reconstructie van de Scharenburg. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Druten hebben hun zorgen geuit over het sluipverkeer gedurende de reconstructie van de Scharenburg, de grote in- en uitvalsroute van Druten. Om sluipverkeer tegen te gaan zijn er wegafsluitingen bij onder meer de parken en de boslaan Hansekamp.